Oh lol, dit stadje was ik helemaal vergeten. Jezus, dan duurt het nog langer voordat we bij de tweede gym zijn. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van... Ik wou eerder de visie voorspellen zeggen, maar dat is het niet. We zijn Pokémon. Ik sta aan het doen, de Avatarlog met Sander van Gaming SB. Hallo. Hallo. Sander. I did it. Vaak genoeg dode puppy's zijn gewerkt. Ik weet niet of je dat kan horen. Ik hoop echt dat je het in de opname kan horen, want dat zou geniaal zijn. Dode puppies. Ja. Ik verluisterde het, want ik wil er niet tussendoor zitten. Maar... Het is jouw prachtig verhaal. Inderdaad. Maar, ja. Ik hoop wel dat je het kunt horen. Ja, dat hoop ik stiekem ook. Heel zachtjes. Ja. Dode puppies. Ja. Omdat ik altijd lach, ja. Als dat werkt, hè. Ja, je moet toch iets doen. Precies, dat is ook zo. Goed, dus... ik ben tegen Plusle en Minun aan het vechten. Same. Ja, nice, dat is wel zo. Hey, leveltje up. Deze Plusle en Minun gaan eraan, hoop ik. Daar houden we van. Eens een one KO. Oh, wat is mijn Pikachu een loser. Ja, maar je... Pikachu, of een Plusle en een Minun niet kan vermoorden, sorry. Maar welke aanval deed je? Quick Attack. Nou, Quick Attack is natuurlijk ook niet zo'n goede aanval, hè? Nee, dat is waar. Maar alsnog, het is wel een Plusle en een Minun, kom op. Wat een haat naar Plusle en Minun. Thundershock is not very effective, dus ik dacht, Quick Attack is vast beter. Ja, dat had ik ook gedaan waarschijnlijk. Hij doet helping hand, ik weet nog steeds niet wat dat nou precies doet, maar... Dat weet niemand. Ik heb dat dus nog nooit begrepen, hè? Nee. Maar ik hoor zojuist dat ik niet de enige ben. Dat klopt ook. Ook dat klopt. Hey, Bubble Beam. Nice. Leveltje omhoog met mijn Pikachu. Lekker. Dus Schok. Als je een Thundershock vindt... Thundershock. Als je een Thunderstone vindt, wordt het een Raichu. Ligt eraan. Moet ik even kijken hoe het met de moves zit. Wanneer die goede moves krijgt. Ja, precies. Als Squirtle... Of als... Ik lees Squirtle, dus vandaar. Als Pikachu en als Raichu. Want dan kan ik vergelijken... Wanneer die eerder groep goede moves krijgt. Mm-hmm. Dus dat. Ja, nou. Het verbaast me echt in de hoeveel series wij al hebben opgenomen... dat we nog nooit een legit shiny zijn tegengekomen. Ja? Nee, mij verbaast het eigenlijk niet zo. Nee? Nee, ik ben echt een lucky man. Ja, maar daarom moet je ook voor de Shiny Charm gaan. Ik help je daar wel mee als je klaar bent met Sword and Shield. Nee, ik ben op zich redelijk ver. Voor waar je in de game zit wel, hoor. Ja, dat wel. Ik zit op de... Wat zou het zijn? Ik denk nu ongeveer 140, misschien 150. Maar... Ja, en hoeveel gyms heb je verslagen? Daar is gym. Zesde, denk ik. Oké. Nou, dat is gewoon netjes. Zoveel had ik er niet toen, hoor. Want ik ben dat pas gaan doen daarna, zeg maar. Dus je bent al goed op, goed op weg. Ja, maar ik heb... Ik merk wel dat het lastig is te vangen, want ik heb nog geen quickballs. Nee, precies. Dus ja, dat is wel lastig. Maar ik heb al wel ultraballs, dus dat scheelt al een hele hoop. Vraag je, hè? Stel, je had alle mogelijkheden die ik heb, hè? Zou je dan... Shiny Hunt op stream, of niet? Ja, ik denk het wel. Lijkt me wel vet. Misschien dat dat zou leuk zijn om dat dan samen te doen. Dat doe ik ook met Paddy wel eens samen. Ja, dat zou chill zijn, maar dan moet ik nog even sparen. Dus ik heb al een grote uitgave gedaan. Ja, precies. Ikzelf, dus... Moeten we 10 jaar mee doen, hè? Ja, precies. Waarom moet ik tegen zoveel van die corefishen? Waarom heeft iedereen een corefish? Wat is dat? Hallo Ryan.
Die gaat niemand begrijpen. Nevermind. Well, Brian is een Pokémon tuber die heet King Corphish. Ah. Die ken dus, ik niet, nooit van gehoord. Een beetje. Ken je Game Boy Look ken je sowieso? Ja, ja. Ja. Ken je dan ook Original 151? Daar heb ik wel ooit van gehoord. United Ace? Nee, die ken ik niet. United Gamer? Nee, die heb ik nooit van gehoord. Nee, nou, die groep zeg maar, Game Boy Look, Original 151, mm-hmm. United Gamer, Asteroid Mania Videos en King Corvish dus. Dat is eigenlijk de vijf Pokétubers die ik vooral kijk. Ah, oh, oké. Okay. Dat is echt een hele andere community als dat ik kijk. Waarschijnlijk, ja, dat is echt wel... Alleen, ja, het is eigenlijk al een beetje een grap dat als ze Corvish tegenkomen... Dat, ah, I found Ryan! Maar ja, dat is ook zo als ze Mew tegenkomen. Dan zeggen ze, het is Finny! Zo heet Original One. Ah. Dus dan, ja... Maar ja, ik vergeet altijd dat die referentie nergens op staat als je hun als je niet ze niet kent, nee. Ja, als je hun mascot niet eens weet, dan ja. Dan weet je ook niet dat Spinarak of dat Frank Spinarak is bijvoorbeeld. Nee, precies. Ondanks dat zijn mascot is niet Spinarak, maar het is gewoon een keer gezegd. Ja, je lijkt echt op een spider en toen ja, Spinarak. Oké. Okay. Ja. Dat is aardig. Dat was heel random. Ja, dat was heel random. En toch was het grappig. Heb je al een pancham inmiddels of niet? Nope. Ik ben ook nog niet bij de paarse bloemetjes. Nee. Dan heb je nog geen pancham. Nope. Ik ben nu tegen Tierno aan het vechten. Ik wou zeggen praten, maar... Ja, hij heeft een Corphish. Ah. Zoals elke andere trainer in dit spel. Blijkbaar. Ik moet zeggen, ik vind Corphish wel redelijk. Ik ook. Nog nooit gebruikt in een... Nee, ik ook niet. In een game. Oh, nee, ik dus ook. Ja. Maar ja, op zich... Coole pokie. Ja. Jij kijkt sowieso ook Pokémon. Eerlijk antwoord. Ja. Nee. Maar ja. Ik volg er wel op Insta. Haha, same. Ik volg er ook wel op Twitch, maar ik heb alleen nog nooit naar gekeken. Oh, ik volg vast ook op Twitch. Ik volg zoveel mensen op Twitch. Dus. Zeker. Nou, ik kijk dus altijd uit met mensen volgen op Twitch, omdat als ik dan krijg ik elke keer meldingen ervan. Ik heb namelijk handmatig van de mensen waar ik echt een melding van wil. En dat zijn er maar drie of zo. En verder wil ik van niemand meldingen, zeg maar. Nee, ik krijg dus wel altijd die melding op mijn mobiel, maar ik heb mijn mobiel met Twitch en een paar andere apps zo ingesteld dat die nooit geluid maakt. Ah, oké. Dus voor mij is dat... Geen probleem. Ja, echt geen probleem. Want okay. Ik sleep ze gewoon ook... Al die berichten komen ook onder elkaar, dus ik sleep ze gewoon in één keer weg. Mm-hmm. Soms kijk ik eventjes of mijn favoriete streamers, zoals Serbian Gameplay of Egbert of zo, als die live zijn, dan kijk ik mm-hmm. eventjes. Zijn die? Maar, ja... Eigenlijk ook bijna niet, want vaak zit ik toch op mijn... kijk ik toch Twitch op mijn PC, dus... Ja, precies. Ook dat gebeurt. Ik ook. Ik kijk alleen maar Twitch op PC. Ja. Ik ben okay. Twee keer ooit een shiny tegengekomen in een playthrough. Nee, dat zeg ik niet goed. Drie keer. Ik heb Pokémon Pearl Randomized gespeeld. Toen kwam ik shiny Ledian tegen. Wacht even, er is eventjes iets heel belangrijks dat gebeurt op mijn scherm. Ja. Jij zei dat ik in een horde battle een Pokémon kon krijgen. Scray. Ja? Ja, ik heb dus een horde battle en ik kom een
hele hoop puzzels tegen. En een Minum. Ik dacht eventjes, je gaat toch niet zeggen dat dit een prank was en dat je zegt van, ha, het was toch een Minum. Nee. Oké, dan... Nee, je kan ook echt scraggies. Oh, maar je kan dus wel een Minum krijgen. Hey, dan kan je en een puzzel en een Minum in je team. Ja, nee, daar ben ik heel blij mee. Nee, echt. Nee, ik spreek niet genoeg uit hoe erg ik die Pokémon lief heb. Weet je wel hoe erg ik die Pokémon lief heb. Dan kan je Helping Hand doen. Niet uit. Dan kan je Helping Hand doen. Oh, ja, nee. Want ik weet ook echt wat dat doet. Yes. Waarschijnlijk heeft Jordi inmiddels al lang getypt wat Helping Hand doet. Hij is ook zo'n gast die denkt dan van, nee, maar een competitive is dan een hartstikke goede hand voor al die koppen. Nou, Helping Hand wordt wel regelmatig gebruikt in de Dynamax Adventures. Als je geen goede aanval hebt of zo, dat je dan degene met wel een goede aanval, zeg maar, boost. Ja, maar boost je die ook echt? Is dat ook hoe het werkt? Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Die antwoord kan ik niet bevragen. Nee, oké, dan is het goed. Als je het andersom had gezegd, dan was ik nu heel boos geweest. Oké. Waarom probeer ik ze ook te verslaan? Het is wel veel XP, maar... Het is ook weer weinig XP, want het is... Ja, dat is niet het probleem. Het probleem is dat ze een stuk lager level zijn. Dus dat je als je één Pokémon verslaat, heb je bijna evenveel XP. Ze zijn level 6, dus op zich... Ja, maar de rest is volgens mij veel hoger. Oké. Hier, de trainers hebben Pokémon tussen level 10 en 14, geloof ik. Oké. You have overtuigd me. I did overtuigen you. Allemaal Pokémon zijn ook half dood. Dan zou ik even gaan healen als ik jou was. Ah, wel. Oké. Er zijn zoveel trainers in deze route. Oh, dat is chill. Ik dacht dus dat het pas in Sun and Moon was toegevoegd. Wat? Maar dat is in deze games ook al. Wat? Je kunt healen. En als je healt... Dan kun je nog een keer healen. Nu denk je misschien van, Sander, what the fuck? Dat gaat toch altijd? Nee, maar ik bedoel dat als jij op potion drukt en je healt iemand, dan hoef je alleen maar naar onder te drukken en hoef je niet weer opnieuw. Ja. Dat is chill. Dat hadden ze veel eerder in moeten doen. Maar ik dacht dus dat een feature van Sun and Moon was ook. Maar nee. Niet dus. Maar ja, je had deze game ook nog niet gespeeld, Sander. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ik moet zeggen dat voor mijn gevoel de XP share niet heel sterk is ofzo, als je snapt wat ik bedoel. Dat de Pokémon die ik gebruik eigenlijk veel meer XP. Volgens mij is dat in de nieuwe games wel anders. Ja, dat gevoel heb ik ook. Ja. Nou, nee, oké, dat is fijn. Ja, dat is wel jammer. Want ik heb in deze game dan juist de experience hard nodig. Die vorige was ik toch al level 6. Ja, dat is wel waar. Daar is niks aan gelopen. Avoid it, hou toch op met je avoid it, gast. You mad, bruh? Nee. Oh lol, dit stadje was ik helemaal vergeten. Jezus, dan duurt het nog langer voordat we bij de tweede gym zijn. Ja, ik ben nog een stukje verder. Nee, ja. Ik ben nog tegen die Kadabra van die ene gast aan het vechten. Ja, en je moet ook nog een pension vangen. Nou, dat ik moet ga... niet. Je mag een pension vangen. Is bug super effective op... Nee, never mind. Ik heb geen bug type aanval. Op psychic is bug inderdaad super effective, ja. Spikic. zo heet mijn Ralt. Lekker voor je, Penny. Lekker voor je. Moet je maar niet mij vermoorden in UHC. Echt. Zit al steeds diep, oké? Okay? Ja. Zit al steeds diep.
Nee, het staat nu online al eeuwen. Dus. Ah, de volgende UHC moet ik bij jou in het team zitten en dan gaan we Paddy vermoorden. Ah, ja, dat hoop ik. Of hij zit bij ons in het team, dat kan ook. Dat is ook wel gezellig. Stiekem mag ik Paddy wel, maar dat mag hij niet weten. Nou, dat knip ik er dan wel uit, ja. Want ik haat hem, want hij heeft me vermoord. Ik snap hem. En UHC. Maar ik mag hem wel, want hij is gewoon aardig. Dat klopt. Maar dan moet je hem niet vertellen. Ja, dat mag hij dus nou weer net niet weten. Nee. Dus, ja. Nee, nou, dat is een beetje dilemma. Dilemma. Waar de fuck? Ik had het helemaal niet over een Emma. Nee, never mind. Tjonge, wat moet ik nou weer mee? In de trash gooien. Ja, goed idee. Kan dat de titel worden? Als jij dat naar mijn Discord wel. Aflevering 5. Ja. Oh, by the way. Ik heb een frog in die. Wat? Ja. Lekker bezig. En één cool dansje. Dat wordt sowieso niet het intro moment, want ik weet al wat wel het intro moment. Ligt hier die Snorlax, ja. Het duurt zo lang voordat je... Het duurt echt nog veel langer dat je bij de... voordat je bij de tweede gym bent dan dat ik dacht van tevoren. Ah. Ik heb wel de plaats van de pioontjams gevonden. Ik ben trots op je. Want ik heb hier violetjes of lavendeltjes of... Paars. Dat vindt Cherry ook mooi, hè? Oh, dat vind ik echt iets voor Cherry. Dat is een beetje een meme, want... Uit welke video komt die ook weer? Volgens mij was het een video waar ze op huisbezoek gingen bij een aantal lijsttrekkers. En één daarvan was Cherry. En hij had zo'n zakje lavendel en hij ging... In plaats van gewoon normaal zo ruiken... Pakte hij dat zakje en deed hij hem zo voor zijn neus. En dan... Ja, okay. Zo ongeveer deed hij dat. Dat was echt een meme geworden. Ah, hij was een beetje... Die heb je vast ook wel gezien. Van die gang. En daar staan dan allemaal boeken. En dan zegt hij, ik heb dit gekoloniseerd. Dat is ook echt een grote meme geweest. Gekoloniseerd? Ja. Hij sport echt. Oké, hij heeft dus ergens een trappenhuis. En dat is eigenlijk van niemand, weet je wel? Gewoon niemands land. Okay, alleen, hij heeft zoveel boeken. En hij is natuurlijk asociale lul. Niet mijn woorden. Eigenlijk wel, maar goed. Ja, ik wou net zeggen. En hij heeft dus gewoon gezegd van... Ja, hier plaats ik mijn boeken. Nice. Ja. Omdat het kan. Ja, I guess. En dat was ook een meme geweest van... mensen in de 16e eeuw was dat? Ik heb dit gekoloniseerd, zegt hij. Dat is heel mooi. Ja. Een rare gast. Yep. Maar ach. Hey, maar ik zei de vorige aflevering toch. De volgende aflevering zijn we nog niet bij de tweede gym. Weet je dat nog? Wacht even nadenken. Oh, vorige aflevering zei je dat we niet bij de tweede gym zouden zijn. Ja. Nou, tel daar nog zeker 2 afleveringen bij op. Het gaat echt nog in totaal in-game nog zeker een uur duren voordat we daar zijn. Echt, we moeten nog zoveel doen. Mag ik ook dood? Jazeker. Zowel in-game als niet-in-game. Nou, ik bedoel meer off-game, zeg maar. Gewoon dat ik niet deze hel... Nee. Dat mag zeker. Het zal vast niet zo erg. Niemand houdt je tegen. Nee, deze... Oké, nou, dat is fijn. Deze game is hartstikke vet, hoor. Alleen, dit is wel een beetje raar dat ze dat op deze manier gedaan hebben, zeg maar. Ik vind het ook... Maar dat is mijn gevoel, hè. Maar ik heb het gevoel alsof later in de game, als je dan veel tijd ertussen hebt zitten, dat het minder erg is. Ja. Dat komt misschien... Ja, ik denk dat ik weet waardoor het komt. Ik denk dat het komt omdat je dan veel meer, veel dieper in de story stuff kan gaan. Dus je kunt bijvoorbeeld de Evil Team... Hey, Scraggy!
Je kunt bijvoorbeeld de Evil Team uitmelken. Dat klopt, ja. Dat klopt. Nou. Oh, ik heb nog steeds die ene Pokémon niet. Die Pantheon. Beetje jammer. 20% in de paarse bloemen. Ja, maar ik heb niet veel geëncounterd in de paarse bloemen. Sander, weet je tegen welke Pokémon ik moet? Skitty. Nee, Spydeck. Ah. Ik had het laatst ook weer geprobeerd, alleen... Ja, ook weer een matig probeersel. Nou, wat heel grappig is... Paddy die... doet nu in onze egglock dan, zegt hij ook, de verboden typing, zegt hij dan. In plaats van dat die psychic zegt, zegt hij de verboden typing. Oh. Oh, ik dacht als in, zegt hij de verboden typing, dus ik was al helemaal hyped van, oh, ik moet die shit gaan kijken. En nu ga ik hem niet kijken natuurlijk. Wajo. Alhoewel, jij zit er wel in. Ja, weet je wel, echt leuk. Ja, nu maak je me aan het twijfelen. Het leuke aan een egglock vind ik echt dat wij zeg maar voor elkaar de eitjes gekozen hebben, dus... Oh. Dus dat maakt het wel echt grappig, zeg maar. Hij had... want we hebben wel gezegd van, je mag een paar memes erin doen en ook een paar goeie, weet je wel. En ja. Een van zijn eerste eitjes was een Happini. Echt een kut. Nou... Is die, in het begin is hij kut, maar late game is die ding best wel oké. Okay. Zeker, alleen je moet hem evolueren door een ovalstone te geven. En die zit alleen in de DLC. Ja, oh, maar, geniaal. Ja, dat was niet helemaal expres hoor. Dat was helemaal niet expres zelfs. Alleen, toen we erachter kwamen moest ik wel lachen. Jij dacht gewoon, ja, Chance is wel oké. Okay. Ja, oké. Okay. Alleen het is gewoon kut dat hij een happy niet heeft. Ja, dat is wel lachen. Ja. En toen... Oh, ik kreeg nooit een Chancy. Nog meer lachen. Ja. Yeah. Nee, ik denk dat we gewoon vanuit een andere game... De Ovalstone naar hem toe sturen. Net zoals dat bij mijn Graveler... Dat is net zo erg. Graveler hebben gereld toen... vlak voor de Elite 4, ja. Dat hadden we wel moeten doen, ja. Je weet dat hij dood ging vlak voor de Elite 4, dat was een hele grap. Ging hij dood? Nee, toch? Ja. Hij is toch niet dood gegaan? Ja, die was dood gegaan voor de Elite 4. Oh. Niet in de Elite 4 ook nog. Heb ik dat wel goed gedaan met editen? Toen zei ik nog van, nou, die hoeven niet meer te evenwichten. Of jij zei dat. Ik weet niet of ik dat al goed heb gedaan met editen. Ik ben ervan overtuigd dat hij er nog in zat. Wacht, welke afleveringen heb je allemaal al gehad? Alles staat al op YouTube, alleen nog niet live. Dan heb je het sowieso verkeerd gedaan. Ja, of ik heb het goed gedaan, maar kan ik het niet meer herinneren. Dat kan ook nog. Ja, dat zou kunnen. Oké, okay, Scraggy gaat gevangen worden. Nu, eindelijk. Ik moest eerst... andere Scraggies verslaan. En die hebben Scent Attack. Dus dat ging ook zo lekker snel, gelukkig. Dat is altijd zo fijn, Scent Attack. Ja. Yeah. Great Bulletje. Great Bulletje. Hij bleef wel in de lucht. Heb ik nu een critical... Nee, critical catch. Hij wou weer een critical catch. Hij blijft in deze game gewoon langer in de lucht dan dat hij in Sword and Shield blijft. Ja. Yeah. Een beetje jammer. Zoals ze dat noemen in het Nederlands. Kun je ze in deze game ook al direct toevoegen aan je party? Nee, zeker. Ja, wel. Ik dacht van wel. Volgens mij was dit de eerste game waar dat kon. Even uit mijn hoofd. Dat is een goede naam voor Scrafty. Heb je wel een Scrafty? Of Scraggy, sorry. Nou, heb je wel een Scraggy in een horde? Ja. Ja, inmiddels wel. Oh, sorry. What the fuck? Nee. Ik dacht dat je Pancham ging vangen. Ja, maar... Wacht, ik heb toch meerdere keren gezegd... Dan heb ik er echt gewoon helemaal niet naar geluisterd, denk ik. Weet je, doe je hem naar mij? Oh, maar dan heb je echt geluk gehad dat je die horde tegenkwam. Ja, dat heb ik ook. Oké, wat is een goede... Je kan hem Hoodlum Scrafty noemen. Dat is ook ik een... Heb een beetje...
Oh ja. Naar mijn favoriete liedje uit de hele wereld. Bad Guy. Noem hem Billy. Ja, dat is nu te laat. Ah, beetje jammer dit. Maar, Bad Guy. Ik vind hem wel leuk, aangezien de dark... Pentium alert. Oh, nu ga ik hem sowieso King Alert noemen. Ja, sorry, maar... Dan moet je dan elke battle naar kijken. Want ik ben de king. Ik ben alert. Oké. Dat is mijn reactie. Oké. Ja. Nee. Ik snap dat je nu diep teleurgesteld bent. Ja, dat klopt. Hij schijnt ook laatst helemaal live geworden te zijn omdat mensen niet doneerden. Huh? Echt waar? Ja. Ja, terwijl hij was ooit die gast die de donatiediscussie begon. What the fuck? Ja, waarschijnlijk een andere streamer. Die was 10 keer zo groot en die had iets van 500 of 5000 euro opgehaald met een stream. En hij deed dezelfde game. Voor charity of? Nee, gewoon voor aan donatie, zeg maar. Ja. Yeah. Dus, dus hij was salty. Dat hij niet 1/10 kreeg van wat die gast kreeg. Wat? Ik denk van, je moet al blij zijn dat er überhaupt mensen naar je kijken. Echt hoor. Wat een idee. Maar die mensen die hem kijken, dat is net als een beetje met... Ik ga het nu weer zeggen. Ik ga de naam nu weer zeggen. Maar dat is net als met Thierry. Die mensen die voor hun zijn, die zijn echt die hard. Mm-hmm. Beetje jammer wel, En maar ik snap het niet. Ik snap het oprecht niet. Nee. Kijk, bij heel veel mensen snap ik dat je ze steunt door dik en dun. Maar bij dat soort mensen denk ik van... Je oké, okay, bro? Kom yeah. op! Yeah. Van alle mensen, waarom hun? Mm-hmm. Heb je niet een familielid die nog meer steun nodig heeft? Of ik kan het waarschijnlijk beter gebruiken. Oh, er gaat echt iets super... Er gaat echt iets super heftigs gebeuren trouwens. Zometeen. Nice. Maar daar ben je nog niet. Ik zal proberen niet zo snel te gaan. Ik ga de volgende aflevering wel eventjes een Pokémon proberen. Ja, ga maar weer shiny hunten. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel proberen Pokémon te vangen. Hé, we zijn nog geen shiny tegen. Wacht, was Sissaku niet dood? Jij had 1 dode, ja. Maar dat was volgens mij geen Sissaku. Oh, dat was... Pidgey. Ja, je zei het goed, jee! Weet je hoe ik daarover nadacht? Ja, dat dacht ik al. Zit je nu in een battle of niet? Nee, ik zit in de box. Okay, dan hele gaan we... lastige keuzes. Dan gaan we de aflevering beëindigen, ja? Okay. Bedankt voor het kijken van de aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende keer. Sander die heeft ook een kanaal blijkbaar. Daar kan je op abonneren. Ja, die staat Gamingers ook in de beschrijving. Het schijnt heel goed kanaal te zijn. Ja, wel? Mijn beste mode. Oh, oké. Nou, dan kan je daar eventueel naar gaan kijken als je wil. Nee, dat moet je zeker doen. Oké, bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Joejoe.